Hey, welkom bij de Kat Cool No podcast. In deze podcast staat altijd de vraag, wat maakt jouw rijk centraal? Waar word je blij van? Waar krijg je meer energie van? En waar ga jij je geld mee verdienen? Ik interview inspirerende ondernemende mensen over hun passie en datgene wat hen rijk maakt. En ik deel mijn gedachten, hersenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool No podcast. En vandaag heb ik weer een hele toffe gast die ik ga vragen over wat haar rijk maakt. En ik stel je Rosita Belkadi voor. Hey Rosita, welkom in deze podcast. Nou, dankjewel Kat dat ik in jouw podcast mag zijn, vooral. Ik vind het heel erg leuk om met elkaar te kletsen, dus ik word daar blij van. Ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar wij elkaar van kennen, maar het is echt al wel een hele tijd. En we volgen elkaar en af en toe komen we elkaar tegen en het is altijd bijzonder. Ja, ik denk dat er een gemeenschappelijk collega, Angel, ik vermoed dat ergens, ik weet niet hoe lang geleden, maar al heel lang geleden, op een of ander evenement van haar waarschijnlijk geïnitieerd is, want... Als ik aan jou denk, denk ik ook altijd daaraan. Dus dat is die hoek, zeg maar even. Ja. 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 Ik weet ook niet hoe lang terug. Dat kunnen we wel eens even nachecken. Nee, maar het is wel echt een tijdje al. En het is leuk, want daardoor heb ik het idee dat ik je best wel goed ken. Terwijl ik je helemaal niet zo vaak spreek eigenlijk. Jij hebt inderdaad met Angel samen ook een podcast. En je hebt je eigen podcast. Jij doet heel veel... vind ik boeiende dingen. Vertel eens even zo van wat doe jij dan zoal en waar word je het meest blij van? Ik ben medium. Dat is voorop gezegd mijn eerste titel, laat ik het maar even zo zeggen. En een medium is iemand die contact maakt tussen de doden en de levenden, om maar even heel simpel te zeggen. En daar geef ik eigenlijk les in. Dus dat doe ik niet meer zelf één op één. Daar geef ik heel veel mensen les in om dat te leren. En ook zo de beste versie van jezelf te worden. En dat is eigenlijk mijn grootste kapstok waar heel veel dingen nog onder zitten. Ik ben trouwambtenaar. Ik doe inderdaad podcast met ontzettend veel plezier. Ik vind het echt heel erg leuk om... ook tegen mezelf te praten, gewoon een half uur lang. Had ik nooit verwacht, maar dat vind ik ook leuk. En ik deel graag de dingen waar ik mee loop, waar ik tegenaan loop, om het ook zo menselijk mogelijk te maken. Want mijn drijf is eigenlijk, denk ik wel, het helder maken van het onzichtbare. En dat op zo'n nuchter mogelijke manier naar voren brengen, dat er eigenlijk helemaal niks geks aan is. Ja, dat vind ik inderdaad ook. Dat vind ik ook heel bijzonder inderdaad aan wat jij doet. Dus dat je het heel erg... spiritualiteit is natuurlijk... dat kan... Heel veel mensen hebben het idee van dat is iets super zweverigs. En een medium. Mensen hebben daar natuurlijk... kunnen daar best wel een beeld bij hebben van... met de doden praten. Ja, dat kan toch helemaal niet. Maar de manier waarop jij daarover vertelt... en de manier waarop jij dat uitlegt... maakt het eigenlijk heel erg zo van, natuurlijk kan dat, weet je wel. En de nuchterheid die jij daarbij hebt. Dat vind ik heel interessant. En dat vind ik ook, waardoor het gewoon voor mij veel toegankelijker wordt. Het is ook helemaal niks zweverigs eigenlijk. Weet je, wat je een beetje ziet nu is een stroming ontstaan van mensen die spiritualiteit op een bepaalde manier in bedrijven brengen ook, hè? Dat doe ik natuurlijk eigenlijk al heel lang. Wat je ziet is dat die stroming wel weer een beetje zweverig wordt. Dus daar moeten we een klein beetje met z'n allen voor uitkijken dat we dat zo nuchter mogelijk blijven doen. En dat we allemaal spirituele wezens zijn. Dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. En dat we enkel maar hoeven te luisteren eigenlijk naar onszelf. Om daardoor te kunnen doen wat we willen doen in het leven. En daar, dat ik dan contact kan maken met overleden. Daar ben ik per ongeluk achter gekomen. Maar dat kan in wezen iedereen. En dan is het ook eigenlijk niet meer zo spannend als je het zo vertelt, dat iedereen het kan. Ja, nee, dat klopt. Want het is toch wel een soort van, mensen denken van, dat is heel moeilijk, bijvoorbeeld. Of een gave of zo, dat hoor je ook als mensen zeggen,
Dat was vroeger heel erg zo van. En je had Ja. natuurlijk een paar van die mensen die dan, ja, zeg maar, daar bekend mee waren. Ik doe een Jomanda. Jomanda, een Ja, Sharp, hoe heet ze? Sharp? Char. En Ja, wat was Derek nog iets? Ogilvy. Ja, die Engelse, ja. Ja. Maar daar zat een soort heel zweem omheen van, oh, dat is een superpower die je hebt. En nou, dat je een soort van heel speciaal bent dat je dat kunt. Terwijl het is inderdaad, ja, wat ik nu begrepen heb van meerdere mensen met wie ik erover gehad heb en ook van jou, is dat het veel meer te maken heeft met dat je gewoon heel goed die intuïtie kan voelen. En dat je gewoon dan eigenlijk stiekem sowieso al goed contact met jezelf maken. Zorgt er ook voor dat je beter contact kan maken met anderen, waar ze Ja, dan nou ook zijn. precies. Ja, precies dat is ook de ongeziene wereld, zoals ik het altijd noem. Want het is een wereld die voor mij ongezien is en niet ongeliefd. En hij is er zeker, alleen je bent er niet altijd bewust van. En op het moment dat je dus begrijpt dat het vanuit vanuit de binnenkant van jezelf moet, ja, en dat het een soort afstemmen is op een bepaalde frequentie, ja, dan worden mensen er al wel wat makkelijker in. Je ziet het ook wel een beetje nu heel erg gebruikt worden bij manifesteren. Dus het oude secret-verhaal, zeg maar. Dat mensen echt begrijpen dat het echt vanuit binnen moet komen. En dat het niet gaat over dure wensen, maar over wat verlangen eigenlijk is. Ja, en daar maak je ook contact mee met de spirituele wereld. Dus met die ongeziene wereld, met de overledene, zeg maar. En ja, eigenlijk is het helemaal niks bijzonders. Maar door te trainen kan je het heel bijzonder maken in de zin van, kijk, iedereen kan een bal trappen, iedereen kan voetballen, maar niet iedereen kan Messi worden. En dat is eigenlijk bij mediumschap precies hetzelfde. Dus het is gewoon heel hard trainen, trainen, trainen en een zekere vorm van aanleg. Niet gave of talent, maar gewoon een diepere aanleg om daarmee te werken. Ja, en natuurlijk gewoon dat je er toch door gefascineerd bent op een bepaalde manier. Zeker, ja. En dat je daar ook angst op overwint, lijkt me. Ja. Want ik kan me zo voorstellen dat de eerste keer dat je daarmee te maken had, dat best wel, misschien best ook wel raar was. Of dat je dacht van, hé. Heel eerlijk gezegd heb ik mijn allereerste contacten, zeg maar, die ik bewust heb gemaakt, heb ik eigenlijk heel, ja, ook heel, ja, het klinkt echt heel, heel raar misschien, maar als heel gewoon ervaren. En daarna ga je dus beseffen dat je in het verleden al dat soort ervaringen hebt gehad. Laat ik het maar even zo benoemen, hè? Want niet iedereen heeft deze ervaringen. Pas op het moment dat je erover gaat praten, besef je dat het ervaringen waren. En geen toevalligheden of gekke dingen. Ik heb ook nooit angst gekend. Ik heb wel veel angst gekend, alleen niet angst op dat gebied, zeg maar. Omdat ik het altijd als heel liefdevol en warm heb ervaren. En je hoort wel eens mensen over, je moet je beschermen, je moet, weet ik veel wat, nou wat je allemaal niet hoort, om je heen. En ja, dat heb ik eigenlijk nooit zo, dat heb ik nooit zo gevoeld of nooit zo ervaren. Dus ja, misschien is mijn grootste werk daar ook al in geweest om anderen te laten weten, jongens, het is een wereld van liefde, je hoeft nergens bang te zijn. Het zijn je eigen angsten die je tegenkomt op het moment dat je gaat ontwikkelen, zoals met elke ontwikkeling die we doen. Ja, zo het verhaal van de boze geesten en de mensen die bij je Ja. komen spoken 's nachts en zo. Oh, Ja, hou het maar zijn op. natuurlijk ook maar gewoon verhalen, hè? Dat is het grappige. Net als dat jouw perspectief natuurlijk ook, dat is jouw verhaal. Maar dat is wel een verhaal wat veel meer energie geeft, wat veel meer positiviteit geeft en wat mensen ook meer vertrouwen geeft om die intuïtie ook te durven vertrouwen en daar ook iets mee te doen. Terwijl Ja, als je mensen en dan, ja. het is natuurlijk ook iets heel ouds. En eigenlijk doen we het nog steeds wel een beetje om het negatieve te benadrukken en heel erg te benoemen. Binden we mensen ook aan ons, hè? Het is ook een hele goede marketingtruc natuurlijk, even heel oneerbiedig gezegd. Weet je, verkoop maar een angst en je verkoopt punt. En ja, daar vertik ik gewoon, omdat ik weet dat die wereld zo vol liefde is. En weet je, we hebben in de afgelopen 2000 jaar mensen willen, ja, misschien wel in hokjes willen duwen. Mensen willen, ik zou bijna willen zeggen, als een marionet willen laten dingen laten doen die wij wilden. En daar was dus iets ongeziens en iets slechts het beste voor in de geschiedenis. Maar ja, inmiddels zijn we grote mensen geworden en hebben we een ander intellect. En zouden we moeten beseffen dat die angst van die kerkelijke angst, zeg maar even, hè, want daar doe ik natuurlijk op, die gezaaid is, echt niet de waarheid. Het is gewoon een misinterpretatie van dingen die je niet begrijpt. Ja, en dat is natuurlijk vaak zo. Dat als je niet
als je het niet zo goed begrijpt, of als je het, dan kan er angst voor ontstaan. En zodra je er helderheid over krijgt, dan ja, als het in het licht staat, om het zo maar te zeggen, dan is het niet meer eng. Dat is toch met alles zo? Als je, ik heb het ook al met die comfortzone, heb je dat niet? Ja. Dat je dan iets nieuws gaat doen, dat je dat allerlei, ik haal alle spoken uit het verleden omhoog bewijzen van, om uit te bewijzen dat het geen goed plan is om uit die comfortzone te gaan. Ja. En dat zijn kleine voorbeeldjes. En dit is ook met dit. Mensen begrijpen het gewoon niet. En dan is het, ja, die Rosita die dan loopt te verkondigen dat liefde is, die staat niet veel waard, want het angst is wat ze voelen. Ja, ja, precies. Dus dat is nog een hele, nou ja, dat is wel een hele uitdaging om daar, nou ja, zeg maar, je verhaal over te delen en met mensen daar, ja, dat anders te gaan laten zien. En je leert dat natuurlijk in jouw trainingen. Je doet dat al echt heel lang, hè? Ja, echt heel lang, ja. Vanaf 2005 geef ik, ik zeg altijd officieel les. De rest was daarvoor was een beetje nog naast je gewone werk, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik denk dat wel echt heel lang is. Ik denk dat ik 20 jaar zo'n beetje actief daarmee ben. Ja. En nu, en ik roep al 20 jaar, het moet meer in de bekendheid. En er zijn echt mede met mij. Ik bedoel, ik ben niet daar de enige in. En afgelopen zondag was in Zomergast, ik heb het nog niet helemaal teruggekeken, ging het ook over mediumschap. En dat is natuurlijk leuk, dat er dus ja, toch wel een verandering gaande is. Dat mensen toch durven kijken naar dit, zeg maar. Naar deze kunde, naar dit vakmanschap. Ja, en sowieso breder durven kijken. Dat ze, nou ja, je voelt echt wel dat mensen een beetje op zoek zijn naar gewoon handvatten om met dingen om te kunnen gaan. En weet je, ja, en dan het kan ook heel veel troost geven natuurlijk. Dat zeker. Je weet van, hey, weet je, de spirit wereld, of hoe je het ook wil noemen, de ongeziene wereld, zoals jij het noemt. Dat is niet iets engs en ik kan daar... Ja, ik hoef daar niet bang voor te zijn. Hè. Dat maakt natuurlijk wel dat je, ja, weet je, dat je ook met rouw en verlies en dat soort dingen ook natuurlijk heel anders om kan gaan. Absoluut, absoluut. Weet je, de meeste mensen die in mediumschap stappen ook niet, die gaan niet een cursus volgen om medium te worden. Nee. En dat is wat heel veel mensen denken, maar dat is helemaal niet waar. De meeste mensen stappen erin om zichzelf te begrijpen, een betere connectie met zichzelf te kunnen maken, rouw te verwerken, angsten te verwerken. Ja, ik heb het zelf, en ik hoor het ook heel vaak terug, ervaren als mijn grootste therapiesessie die er bestaat. Want je wordt met jezelf continu geconfronteerd. Ja. Continu, over elk contact wat je maakt, kan je niet voorbij aan je eigen ik, je eigen diepste gevoel en je diepste angsten. Dat kan gewoon niet anders. Ja, ja, dus dat is, is behoorlijk uit de comfortzone. Absoluut. Ik geloof niet zo heel erg in uit je comfortzone. Ik geloof heel erg in de comfortzone oprekken, zodat die lekker groot wordt. Ja, heel goed. Dat doen we goed. Ja, toch? He? Gewoon lekker een stukje oprekken. En dan krijg je een lekker grote comfortzone. Want ja, weet je, je hoeft niet per se altijd van de hoge duikplank. Dat is denk ik ook weer niet. Maar ja, weet je, ik groei natuurlijk wel door gewoon toch die angsten aan te kijken. En door toch te leren van, hey, oké, wat is er eigenlijk allemaal nog meer... En ik vind dat jij dat heel inspirerend doet. En ik vind het ook heel leuk dat je dus ook nog trouwambtenaar bent. En in het vorige gesprekje hadden we het er al over. Dat jij bent eigenlijk de ultieme verbinder. Ja. Je verbindt iedereen met elkaar. Ja, nou ja, dat is ook hoe ik het voel. Weet je, als je mensen trouw je, zie je ze de liefde met elkaar beklinken. Je ziet het echt voor je neus gebeuren. En in mijn werk als medium voel ik het gebeuren. En weet je, dus al die dingen, al die facetten hebben met elkaar te maken. Zoals ik je toen straks ook al zei, het is een onderdeel van het Engelse mediumschap. Is ook trouwen en begrafenissen regelen, spreken. Ja, dat hoort er heel erg bij. Het is bijna een pastorale beroep. En dat is hier in Nederland nog niet. Dat komt wel, hoor. Ja, ja, en wat ik ook wel grappig aan jou vind, is dat je doet het ook met een bepaald soort humor. Ja, ik kan niet mezelf thuis laten. Nee. Maar dat is ook zo verfrissend, weet je wel. Dat is eigenlijk, weet je, trouw is ook, nou, wordt door veel mensen best wel heel serieus bekeken. Nou ja, rouw is natuurlijk ook vaak, mogen we allemaal niet lachen. Of van zakdoekjes. Ja, maar vind ik heel gek eigenlijk. Dat is een hele andere kant aan, weet je wel. Dat ik denk, ja, maar vind ik heel gek, want... Je viert ook het leven, hallo. Precies, precies dat. Weet je, ik denk dat we echt een voorbeeld kunnen nemen aan...
Ik weet, ik kan niet op de naam komen van die dragers, die Surinaamse dragers, die je naar het licht dragen, zeg maar. Dat is een hele, ja, in Suriname is dat een hele, ja, gewoon echt heel normaal dat je de kist wordt gedragen, er wordt muziek gespeeld, er wordt gezongen, er wordt gedanst, natuurlijk wordt er gehuild, maar het leven wordt wel, ja, serieus genomen of zo. En wat ik een beetje bij onze, tussen aanhalingstekens, het woord onze tradities in Nederland zie, is dat we bijna de dood serieuzer nemen dan het leven of zo. En dat vind ik heel gek. Ja. Dus daar zie je me vandaag morgen ook wel ergens verschijnen, waarschijnlijk. Mooi. Mooi. Heel goed. Laten we vooral de liefde vieren. Ja, joh. Sowieso. Hallo, ja. Zeg. Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Hey, ja, in deze podcast gaat het over... Ja, het gaat ook over liefde. Het gaat over rijkdom. Het gaat eigenlijk over alles wat jou blij maakt. En voor mij zit de rijkdom... Ja, het is een beetje een lastig woord, omdat mensen het inderdaad best wel vaak met geld associëren. Terwijl ik het associeer met energie eigenlijk. Met doen waar je energie van krijgt. Het ligt voor mij echt op het raakvlak van doen waar je energie van krijgt. Iets doen met je goud, hè, dat wat je in je hebt, wat je meegekregen hebt, de lessen die je hebt geleerd. En dat aan andere mensen doorgeven. En ja, dat echt aan de wereld geven. Dus dat allemaal in balans is. En ja, ook dat je daar dus je geld mee verdient. Dus dat de energie die je weggeeft ook weer op een manier terugkomt. Nou ja, we hebben afgesproken dat het in geldvorm is. Dus nou ja, okay, dat ja, is dan precies. Maar zo. Ja, we moeten er wat mee. En ja, dus rijkdom gaat voor mij ook over geld. En ik ben even nieuwsgierig naar, want wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Nou, bij ons is het heel... Ja, ik heb eigenlijk een gekke... Misschien moet ik even een zijstapje maken. Ik ben opgevoed op pleegouders. En dus in mijn jonge jaren moest ik zeg maar verhuizen van ouders. Dus ik heb moeten ruilen. Dus ik heb meerdere dingen daarin meegekregen. En dat betekent dus ook dat ik daar misschien ook wel een beetje... misschien ook wel in gevecht in mezelf ben geweest. Omdat ik daar meerdere dingen van mee heb gekregen. Mijn vader heeft altijd een café gehad. Café-restaurant en succesvol ook, heel erg succesvol. Uit Griekenland komt mijn vader, die is gevlucht, gastarbeider heette dat vroeger, tegenwoordig heet het, ik kan niet op het woord komen, maar in ieder geval was het vroeger gastarbeider. En hij is naar Nederland gekomen en is eerst gaan werken, KPN, PTT heette dat toen nog. En daarna heeft hij met dat geld wat hij heeft verdiend in een café, is hij begonnen. Want hij was altijd al een ondernemer, zelfstandig, eigen geld verdienen, dat soort dingen. Dus dat is echt heel erg de genetische kant, zeg maar, van mij. Ja, ja. Mijn moeder daarentegen heeft daar wat minder... Die gaat altijd gewoon een beetje mee. Toen mijn vader dat deed, ging ze er helemaal voor. En dan ging ze ook, weet je, dan ging ze er ook alles voor. Kookte, deed alles, was ook een restaurant, succesvol restaurant. En mijn pleegouders, is wel een klein beetje mentaliteit, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een gulden. Dus die twee kanten heb ik wel een heel klein beetje bij elkaar moeten. En niks negatiefs overigens. Maar gewoon werken voor je geld. Denk me niet dat het veel spannender wordt dan dit. Snap je een beetje dat ding? En eigenlijk in de jaren kom ik er steeds meer achter dat ik heel veel op mijn vader lijk. Ja. Ook al ben ik niet door hem opgevoed, ik lijk ontzettend veel op hem. Hij was absoluut niet bang om te ondernemen, om weer een andere onderneming te starten, om iemand te helpen, om ergens zijn geld in te stoppen. Dus ik heb hem een beetje moeten uitvinden, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En ik heb helemaal geen slechte band met geld. Sterker nog, vind geld heel leuk en interessant. Ook vooral juist omdat als je het van je af laat rollen, dat naar je toe komt. Ja. En als jij doet waar je heel erg goed in bent, dat eigenlijk vanzelf komt. En dat je dan ook weer andere mensen kan helpen. En dat vind ik heel inspirerend. Dat andere mensen blij kan maken met dat wat naar mij toe komt, zeg maar. Ja. Dus mijn relatie met geld is eigenlijk heel fijn. Als ik het zo mag noemen. En is het dezelfde connectie die ik heb met de spirituele wereld. Maar vroeger meegekregen is dat. Dus dat is wel wat gekkig of zo. Maar ik heb dat denk ik wel een beetje overwonnen. Ja, misschien moet je daar 50 voor worden met opvliegers en al. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Die opvliegers ook, ja, die helpen echt. Die helpen echt mee. Dat is wel grappig, ja. Maar het klinkt als een soort spagaat inderdaad, eigenlijk. Ja. Maar het is ook wel interessant, want je hebt eigenlijk dus de meerdere perspectieven gekregen. Absoluut. Dus, en uiteindelijk heb je daar gewoon,
ja, bewust, onbewust eentje gekozen waar je toch het meeste feeling mee had of zo. En misschien ook wel een soort mix van allemaal. Zo van, je hoeft het ook niet zomaar uit te geven. Ik bedoel, je kan ook gewoon geld sparen of je kan iemand anders helpen. En dat komt heel erg van hun vandaan. Help elkaar, zorg voor elkaar. En dat had mijn vader ook. Dus wat ik heel erg mee heb gekregen is het samen. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En dat daar dan geld gelukkiger mee maakt. Dat is voor mij wel duidelijk. En bedoel ik niet, je hoeft heel rijk te zijn of je... ik denk dat je precies begrijpt wat ik bedoel. Weet je, dat het gaat over... als het makkelijker stroomt, zie je ook mensen om je heen gewoon makkelijker gaan stromen of zo. En daar ben ik heel blij van. Ja. Weer die verbindende rol, hè? Verbindende rol. Weer die verbindende rol. Ja, maar het is ook wel echt zo van als je... Ja, ik geloof daar ook heel sterk in. Ik ben er ook niet meer vies van. Ik heb ook een lastige relatie met geld gehad. Van het dubbeltje en het kwartje en dat hele verhaal. Maar vooral dat je er keihard voor moet werken. Ja, dat hè. Oh, ik moet zo zweten. Maar dat je dus... weet je, dat je op een gegeven moment ook realiseert van... Ja, maar als ik heel veel geld heb, als het geld in de goede handen is... Oh my god, wat je dan allemaal niet kan, weet je wel. En dat is echt een lekker gevoel. En dat alleen al is een reden om het te willen hebben. Ja. Helemaal mee. Dus, dus dat in die zin, dus die snap ik wel. En als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Nou, ik heb al een klein idee, maar... Ja, vooral, ik merk dat vooral heel erg... ik geef vooral geld uit als ik heel erg blij ben, gek genoeg. Meestal is het andersom bij mensen, dat ze niet gelukkig voelen gaan ze kopen. Maar bij mij is het zo dat ik heel erg... ik hou heel erg van uit eten gaan. Ik hou heel erg van vakantie gaan. Ben niet zo... Ik ben geen echt klerenmens, zeg maar. Kleding vind ik leuk, maar niet belangrijk. Ik hou heel erg van boeken. E-reader kopen, weet je. Ik geef denk ik heel veel geld uit aan mezelf groter maken, rijker maken. Mm-hmm. En dan ook de mensen om me heen rijker maken. Dus niet alleen maar eenzijdig rijk. Dus ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit als ik maar blij van word. Twee kanten op. Ja. En dus eerder om het te vieren dan om het als vlucht. Dus dat is ook wel mooi. Ja. Ja, ik zeg ook altijd, als ik belasting moet betalen, doe ik een feestje. Want hoe fijn is het dat je belasting kan betalen. En dat we dat dus, dan gaan we taart en champagne als het mocht. Of het kan me allemaal niet schelen. Maar we vieren het wel. Ja, dat is echt wel... Het is ook een keuze die je maakt, hè, op een gegeven moment. Van, ik ga dat zo doen. Ik ga het vieren, dus, ja. Ja. De happy money theorie van Ken Honda. Dat ken ik niet. Japanse zen miljonair. En die zegt het altijd van... als je geld uitgeeft, moet je het bedanken voordat je het uit mag geven. En dat je er iets anders stofs voor terugkrijgt. En als je het krijgt, dan mag je het ook bedanken. Maar je moet het altijd bedanken, want het is energie. En je mag altijd blij zijn van... het gaat... Weet je wel, het, als het flowt, is het goed. En door er positieve energie aan te koppelen en het als iets positiefs te zien, krijgt het een andere lading mee. Of eigenlijk verliest het de lading die heel veel mensen geld geven. Ze zeggen van, het is zo, ik heb hier geld en ik heb daar geen geld voor. En, terwijl hij zegt van, als je het als energie ziet, als je ook het woord verandert. Hè, mensen zeggen, ik doe het niet voor het geld. Nee, maar ik geef niks om geld. En als je daar dus een ander woord voor in de plaats zou zetten. Ja, ik geef niks om energie. Ja, energie. Of als je er je beste vriend voor in de plaats zet. Ja, ik geef niks om mijn beste vriend. Maar als je geld zou zien als dat. Dan, en je gaat het gewoon. Ja, je gaat er op een andere manier mee om. Ja, dan voelt dat heel anders. Dan krijg je die lading, die zware lading die er soms op zit. Gaat er dan vanaf. Dus, en hoe heet hij? Hij heet Ken Honda. Ken Honda? Van de auto's, dat vind ik helemaal leuk. Honda. Ken Honda. Ja. En hij heeft een cursus en die heet Money EQ. Dus het gaat over hoe je met geld, hoe je die positieve ding op geld kan krijgen. Het is een interessante cursus. Ja, ik ga zo eens even kijken. Ja, dus bij Mind Valley. Dat is ook een hele interessante, soort van gigantische bibliotheek met allemaal hele toffe cursussen. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
Nou, ik vond deze cursus trouwens viel best mee. Maar er zijn ook heel veel video's op YouTube en hij heeft een boek geschreven. Want ja, ik dacht al van subscribe voor een boek is, vind ik dat leuk. Ja, ja, hij heeft een boek over geschreven. Dat is een leuk interessant. Ja, het is leuk als je daar interesse in hebt. En als je nog meer liefde voor geld wil krijgen, hoe nou dan? Ja, ik ga hem gelijk aanschaffen zo. Ja. nog heel even door op het geld. Wat zou jij doen als je nog maar 1 tientje had? Ik weet niet of je dat ooit gebeurt, maar stel. Als je echt denkt van... Het is me wel eens gebeurd in het verleden. Het ligt eraan. Het ligt er echt aan. Als ik 1 tientje had, wat zou ik doen? Het ligt aan de situatie, denk ik, die daarop volgt. Heb ik het zelf nodig, dan zou ik het aan mezelf besteden. Ik zou denk ik het eerste zeggen mijn kinderen. Maar aan de andere kant, ja, ik weet niet. Het ligt eraan. Want als iemand anders het nodig heeft, kun je het van me krijgen. En als ik denk dat het me niet zo snel zal gebeuren, omdat ik dan zorg dat het 10, 20 euro wordt. Maar dat is een beetje mijn systeem van hoe ik in het leven sta. Dan maken we er wat van. Ja, ik weet niet. Als ik er nog maar eentje had, ja. We hebben vroeger wel eens gehad, toen we net een huis kochten. Hadden we geen idee, we waren 21 jaar, we hadden een huis gekocht. En ja, dan komt er ook nog zoiets als kosten en weet ik het, allerlei dingen bij. We hadden gewoon niks meer. En we moesten boodschappen doen, vergeet ik echt nooit meer. En vanaf dat moment is mijn man, toen was het nog mijn vriend, hij is nog mijn vriend, maar... toen is hij een huishoudboekje bij gaan houden van wat geef je nou uit, wat komt erin, wat gaat eruit. En toen kwam het goed. Maar toen hebben we geld bij mijn ouders geleend, zeg maar eventjes. Ja. En dat zou ik denk ik ook met mijn laatste tientje doen. Als ik iemand kon helpen, zou ik het denk ik wel doen. Ja. Ja. Mooi. Mooi. En als je een tientje op straat vindt? Oh, tientje op straat vinden. Ja, dat ligt er een beetje aan. Als ik hem vind en er is niemand omheen, dan zou ik ook niet checken van wie die is. Dus als ik hem vind, ja, dan zou ik er wel wat leuks van doen, denk ik. Even een borrel nemen of zo op diegene, of een taartje kopen of zo. Van, je bent hem verloren, maar ik hoop dat je er nog meer voor terugkrijgt. Zoiets zou ik doen. Dus dat denk ik niet in mijn portemonnee stoppen, maar wel gelijk uitgeven. Oké. En als ik een straat... Ik denk dat als ik een straatmuzikant zie, dat ik het daarin gooi. Oh ja, oké. Okay. Ja. En als geld nou geen enkele rol zou spelen, je doet de kraan open, floep, zo, het komt er allemaal gewoon uit. Het is plenty, 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 plenty. Gewoon, nou, voorlopig hoef jij je nergens meer druk over te maken. Hoe zou je leven er dan uitzien? Ja, ik denk wel een beetje hetzelfde als nu. Ik zou denk wel een huis in Griekenland gaan kopen. En ja, daar komt hij weer aan. Het is echt heel erg liberaal. Maar dan zou ik een huis in Griekenland kopen waar iedereen dan naartoe zou kunnen. En als het dan ook nog plenty was, misschien wel... Of voor iedereen treintickets om een beetje de milieu te besparen. Of dan een privéjet. Dat weet ik dan ook nog niet wat ik ermee ga doen. Okay. Maar zodat mensen naar me toe kunnen komen wanneer ze dat willen. Zoiets denk ik dat ik dat wel zou doen. En dan zou ik denk ik daar wel iets op gaan zetten. Om mensen te kunnen helpen, om mensen aan het werk te hebben, dat soort dingen. Ja, ik denk dat dat bij mij altijd blijft. Ja. Ja, gewoon ook zegt een soort... Ik zie iets ook zo voor me, zo'n tafel. Zo, ja. Waar altijd lekker dingetjes vol eten op staan, schalen met lekkere salades en dingen. En dat ja, en dat in de grootste zin van het woord. Weet je, dat ook gewoon een gesprek aan tafel mag zijn of... ook niet, hè? Het hoeft niet. Het mag allemaal. Het is ook denk ik wel... dat zou ik er denk ik wel mee doen. Maar denk ik wel een groot... Misschien zou ik wel een heel dorp kopen als het geen geld uitmaakt. En dan zou ik iedereen meenemen die me lief had. Wauw, ja. En nog een speciale plek in Griekenland? Of, Ja, dan wel naar het vasteland. Chalkidiki. Maar dat moet je wel kennen om te weten waar het is. Ja. 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 Maar klinkt goed hoor. Ja, ik zit dus ook als ik het heb, dan kom je maar. Ja, nou, ik ben gek op Griekenland. Ik ging vroeger echt 2 keer per jaar naartoe. Dus heerlijk. Ja, ik zeg altijd als mensen... Als je er eenmaal geweest bent, dan begrijp je het. Maar anders snap je niet wat Griekenland zo leuk maakt. Ja, ik vond het echt... Ik ben op een gegeven moment een keertje... dat was volgens mij in op het Schiereiland. En toen gingen we naar een dorpje waar alle Grieken op vakantie gingen. Er was geen enkele toerist. En daar was het ook zo van, ja, als je dan iets wilde eten, dan ging je naar een restaurantje. Nou, dat was dan eigenlijk gewoon iemand zijn woning met een soort van etalage of zo. En dan stonden er 3 tafels buiten, nou, of 2. En dan kwam de visser, kwam bij je aan tafel zitten en dan zei hij, today I have big fish, little fish, small fish. En dan moest je kiezen of je een big of een little of een small wilde. En dan geen idee wat voor vis, want hij sprak zijn woord Engels, dus behalve die dingen dan.
En dan moest je daarna bij moeders in de keuken mocht je gaan kijken of dat er nog wat, wat moussaka over was of nog wat salade. En dan kwam je daarna nog met een meloen en dan kwam je nog met draakje en dan kwam je nog met zoezo en weet ik wat. Nou ja, ja, dat en dan is heel was het dan. Grietje. Ja. En dan dat je op het strand inderdaad wordt aangesproken van, hoezo zit je hier in een hotel? Kom gewoon bij mij logeren, weet je wel, zo dat. Ja, we hebben wel eens gehad dat we, gingen we met de auto naar Griekenland en dan deden we met de boot overgaan. Mm-hmm. En vroeger had je daar nog geen snelweg. En dus als je s'avonds aankwam, moest je gewoon zorgen dat je daar kon overnachten. Want s'avonds door die bergen heen, haarspelbochten, ja, dat wil je niet. Ja, ja, ja. En nou ja, er was dus geen hotel meer te krijgen. Want we waren die boot had vertraging, waar pas om 1:30 of zo kwamen we aan. Zijn we op een gegeven moment in Griekenland, heb je, als je Griekenland kent, heb je van die huisjes waar je sigaretten kan kopen. Dat heet Peripter, hoor. Dat zijn, daar koop je sigaretten, zeep, alles. Nou, dat is altijd open dag en nacht. En als je dus, goede tip voor iedereen die luistert en die naar Griekenland gaat, als je niks weet, ga daarheen, want die weten alles. Ja, alle, het is gewoon alles. VVV, apotheken, gewoon dokter, weet je, het is gewoon alles, hoor. Ja. Ze hebben de wasmiddelen, noem maar op. Dus ga je naartoe, daar zijn we naartoe gegaan. Tenminste, ik ben daar naartoe gegaan. En uitgelegd dat we van de boot kwamen en geen slaapplek konden vinden. Of hun misschien iemand wisten. En die jongen zegt, wacht 5 minuten. Dat hebben we gedaan. Hij heeft zijn luiken naar beneden gedaan van zijn toko. Hij zegt, ruim maar achter me aan. Nou, dat hebben we gedaan. Helemaal niet over nadenken. Dat, hier in Nederland zou je denken, ja, maar waar gaat hij me brengen? Nee, in Griekenland, no problem. Je rijdt gewoon achter die mensen aan. En hij zegt, jullie kunnen hier slapen. Mijn moeder komt zo... lakens brengen, dat deed ze. En 's ochtends werden we wakker van het geluid van koffie zetten. Want we lagen in de keuken. En bij iemand thuis. En die vrouw die wordt 's ochtends wakker. En die heeft een tafel gedekt met alles. En natuurlijk wilde die vrouw bedanken met geld. En dat wilde ze allemaal niet. En zei ze, ben blij dat ik jullie heb kunnen helpen. En prettige vakantie. En ja, dat is wel heel erg waar Griekenland voor staat. Ja, ja, ja. Mooi. Ja. Mooi, ja, dat zit gewoon in jou ook. Het zit gewoon in mijn bloed, ik kan er niks aan doen. Ja, geweldig. Nou ja, mooie dingen. Dus nou, hopelijk komt de plenty ja, snel, nou, laten we het hopen. Wat? Laten we ervan uitgaan. Ja, toch. Ja. Hé, hey, de key vraag van de podcast. Wat maakt jou rijk? Ja, heel veel, denk ik. Ik denk dat ik het al heel erg verteld heb ook. Ik denk dat vooral als we het hebben over... Wat maakt me gelukkig? Wat maakt me rijk? Wat maakt het mezelf echt heel erg voelen? Daar word ik wel heel erg blij van. En dan daaruit, ja, verlengde daarvan anderen gelukkig maken, is heel cliché, maar dat is echt wel de volgende stap dan. Maar ik heb inmiddels ook door dat het maakt me alleen maar rijk als ik zelf gelukkig ben. En dus vanuit die positie kan ik het ook alleen, maar kan het niet vanuit ongenoegen of zo. Snap je als ik dat zo zeg? Ja, ja. En ja, wat maakt me dan maakt me heel veel rijk. Lachende gezicht. Mensen die blij worden van gesprekken. Zoals dit wat we nu hebben, maakt me rijk. Met elkaar praten. Ja, eigenlijk maakt me wel heel veel. Ja, heel veel rijk. Wow. Voel me rijk mens. Ja, fantastisch. Dat is mooi. Nou ja, en natuurlijk daar een beetje aangekoppeld de vraag, wat is jouw goud? En dan, ja, ik had volgens mij in het begin al een beetje gezegd van, nou, voor mij is goud eigenlijk alles wat je in je leven verzameld hebt. Dus dat kan je kennis zijn, je ervaring, je mooie inzichten die je hebt gekregen, maar ook de shit die je meegemaakt hebt. Dat allemaal bij elkaar, dat is eigenlijk iets waar je andere mensen mee kan helpen. Dat hoeft niet, zeg niet dat je dat wil, maar dat kan in ieder geval als je dat zou willen. En wat zie jij dan als jouw grootste goud? Ja, dat vind ik altijd heel erg moeilijk. Voor anderen die zien dat heel makkelijk, hè? Bij iemand, ja. als je naar iemand kijkt, zeggen ze, oh, maar dat is zo. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat mijn goud heel erg mijn aanvoelend vermogen is, zeg maar even. Mm-hmm. En dat in de grootste zin van het woord, mijn verbindende factor daarin, is denk ik wel iets wat mijn goud is. Ja, het nuchter kunnen kijken naar situaties die soms onmogelijk zijn. Zowel overledenen, maar bijvoorbeeld ook ziek zijn. Dat heb ik helaas. En jij bent er geen haar beter in. Helaas meegemaakt. Ja. En ja, ook zo nuchter mogen. Ja, ik denk dat mijn goud heel erg dat... Ja, ik weet niet. Alles mag er zijn of zo, denk ik. Maar ik vind het moeilijk omdat je er vaak op zit of zo.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het is voor heel veel mensen heel lastig. Voor buitenstaanders is het veel duidelijk van, oh ja, maar jij bent echt zo iemand, weet je wel. En dat is echt wel jouw grootste kracht. Maar volgens mij, ja, ik heb het idee dat het wel klopt, hoor, wat je allemaal noemt. En inderdaad ook, ja, weet je, als je dus lastige dingen meemaakt, nou ja, met ziekte bijvoorbeeld, of dat soort dingen, dat je dan toch een soort, ja, ik noem het altijd veerkracht, dat je toch weer, ja, toch makkelijk kan opveren weer. Dat je toch een soort basisvertrouwen hebt dat dingen, ja, dat dingen toch weer op zijn pootjes terecht komen. En dat is natuurlijk ook levenservaring. En dat is ook je goud. Dat je weet van, hey, ik kan dat. Ja, nou, en ook wel inderdaad om de mensen om me heen die ik zie, die het ook kunnen. Waardoor je toch ook weer, ik weet niet. Ja, ik ben ontzettend positief ingesteld. Dat betekent niet dat ik af en toe niet een rotdag heb of niet zie zitten of weet ik veel wat. Maar ik zie eigenlijk altijd de mooie dingen in het leven. Maar ik zie ook altijd overal de mooie dingen van. En als ik het niet zie, dan ga ik er ook gewoon geen energie in steken. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, maar goed, dat is ook wel mooi. En dat heeft ook weer met die zelfkennis te maken natuurlijk. Als je jezelf goed kent, dan weet je ook heel goed van, nou, zo werk ik. En voor mij is dit, weet je, als het echt, als ik voel van, nou, ik moet hier trekken aan een dood paard. En het gaat echt, ik zie echt nergens een glimmertje van kans. Dat je dan ook gewoon weet van, nou, dat is niet voor mij. Ja, dan laat ik het ook. Klopt hoor. Ja, ja, dat is ook goud. Super inspirerend. En over inspiratie gesproken, bruggetje. Wat is jouw favoriete boek? En waarom? Ik heb er drie eigenlijk. En eigenlijk lijken ze allemaal een beetje op elkaar. Course in Miracles, ken je die? Ja. Cursus in Wonderen, denk ik, in het Nederlands. Ja. Ik heb het hier liggen. Dus ik kan hem je laten zien. Dat zien anderen natuurlijk niet. Maar jij ziet wel dat hij helemaal... Dik boek. En dat is heel inderdaad... dik, maar ook heel gelezen. Hij is heel oud. En ja, ben ooit tot 100 echt elke dag gekomen. Dat vond ik op een gegeven moment gewoon te veel gedoe. Dus ik sla hem af en toe open en lees dan. En ik vind het heel inspirerend. Het is echt zo... Ja, het zijn woorden die... ik denk dat mensen ook de Bijbel zou lezen. Woorden die uit een ongezien iets gekomen, waardoor je weer kracht krijgt om iets te kunnen doen. Dus dat vind ik heel inspirerend. Ik ben gek op de boeken van Silver Birch. Dat is een Engelse schrijver, een Engelse journalist eigenlijk van de Psychic News. Dus dat is een blad in Engeland die vroeger uitgegeven werd. Ik weet eigenlijk niet of die nog bestaat, maar ik denk het eigenlijk wel. En Silver Birch was een gids of een helper vanuit de spirituele wereld van Maurice Barbanelle. Maurice Barbanelle is dan de schrijver. Okay. En die sprak met en via hem en heeft daar, nou, ik denk wel 20 boeken of zo gelezen. Van de teachings tot dan answers, de lectures, weet ik veel wat, allerlei inspirerend. Dat vind ik heel inspirerend. Okay. Het is wel echt... wat ouder, wat meer gedateerd. Ik bedoel, we zijn ook geëvalueerd. Dus we denken ook anders over dingen. Maar het blijft inspirerend. En van zijn hand is ook This is Spiritualism een van mijn favoriete boeken. Dus eigenlijk heeft het allemaal een beetje met mediumschap. Of de spirituele wereld of God te maken. Zoals zoveel mensen dat de kracht die alles verbindt noemen. Ja, het universum of... Ja, of de kosmos, God, Allah, Boeddha. Ik bedoel, we hebben zoveel namen voor iets wat we eigenlijk niet echt begrijpen. Ja, ja. Nou ja, goed. En het gaat allemaal over levensinzichten, als ik het zo Precies. hoor. Ja, ja dus dat allemaal. Is wel, dat is wel bijzonder. En die schrijver die je noemt, of dat die Silver Birch, is dat voor jou een voorbeeld? Of heb jij iemand die voor jou een heel groot voorbeeld is? Op je mediumschap of in het leven? Nou, nee, gewoon in het algemeen. Nou ja, of misschien ook wel specifiek op jou. Maar dan wil ik het al bij weten. Ja, nou, werktechnisch gezien is een voorbeeld... Gordon Hingerson wel echt een voorbeeld voor mij. Maar er zijn eigenlijk wel meer die dat rijtje aanpassen. Maar dat is de eerste die me opkomt. Dus misschien ook goed om te benoemen. Hij heeft een school opgezet in Engeland... om mediumschap ook toetsbaar te maken. Nu is dat al heel lang... iets wat toetsbaar was. Dat je dingen herkent van overledenen. Maar hij heeft ook gezegd, ja, als we er dan mee werken, moeten we het zo helder duidelijk mogelijk doen. En in die tijd in Engeland was de Witchcraft Act, dus de wet van heksen verbranden, zeg maar, was nog aan de orde. Dus mensen werden nog opgesloten daarvoor.
Toen heeft hij gezegd, ja, laten we er dan gewoon een opleiding van maken, een school, en daar ook een certificering aan hangen. En dat op de dag van vandaag in Engeland is dat nog steeds noodzakelijk als je wil werken als medium in kerken. En ik hoop eigenlijk stiekem dat we het in Nederland ook een beetje gaan krijgen. Dat we een gedegen certificering krijgen. Niet zomaar van, ik vind jou goed, dus je krijgt een stempel. Ja. Maar zowel theorie als geschiedenis. Daarmee bezig te zijn. Dus daarin is hij wel een voorbeeld. En op persoonlijk vlak denk ik dat ik mijn pleegvader ga noemen. Grappig genoeg schiet hij ineens in mijn hoofd. Het is echt een voorbeeld voor mij over het leven te pakken. Altijd durf te ontwikkelen. Dingen waar je op een bepaalde manier naar keek. En als anderen dan een ander idee hebben, jezelf durfde veranderen. Mm. En daar is hij echt een voorbeeld in. Ik bedoel, ik vind hem echt een van de mensen die altijd durft zichzelf te onderzoeken om weer een andere inzicht te krijgen. Ja. En door hem ben ik ook opgevoed, dus daar heb ik ook heel veel van deze veerkracht zeg maar meegekregen. En ben ik ook inderdaad niet bang om mezelf daarin te veranderen. Dus dat zijn wel, denk ik, als ik het zo benoem, twee mensen die in omhoog komen. Ja, mooi. Dat is ook wel interessant, hè? Ik geloof daar ook heel sterk in de vrijheid van meningsverandering. Dat je, weet je, als je dan voortschrijdend inzicht hebt gekregen, dat je dan ook gewoon durft te zeggen van, oh, ja, ik zag het eerst zo, maar ik heb nu toch het idee dat het toch misschien wel zo ook zou kunnen zijn. Maar ja, ik onderzoek alles, weet je, maar vanuit die onderzoekersblik de wereld inkijken in plaats van, oh, ik ben een expert en ik weet alles precies hoe het zit. Je hebt mij niks te vertellen. Weet je wel, dat gevoel. Ja. Ik vind het altijd heel inspirerend. Mensen die dat kunnen. En er gewoon durven te zeggen van, ja, ik heb de wijsheid niet in pacht. Dit is hoe ik er nu naar kijk. Ja. En vraag me morgen alles nog een keertje. Weet je wel, dat gevoel. Nee, precies, dat is echt hoe hij erin staat. En dat vind ik altijd heel... en hij is inmiddels ook de 70 gepasseerd. En dat nog steeds kunnen doen. Ja, ik vind dat... Mooi, ja. Ja, vind ik ook. Toch bijzonder. En het is natuurlijk, het zijn eigenschappen, ja, je zou willen dat meer mensen dat hebben. Ja, maar het is dus te leren, denk ik. Ja, blijkbaar dus wel. Top. Ik vind het altijd wel een leuke vraag. Als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat... Puntje. Nou, ik geloof dat ik de meest hel op aarde vraag vind, want... ik zou niet weten wat ik dan moet zeggen. Als je me echt zou kennen, wat zou je niet van me weten dan? Nou, laatst vroeg jij op Instagram iets over muziek. Ik hou dus echt van hardrock muziek. En heel veel mensen denken dat mijn zwarte... toevallig heb ik vandaag iets bruins aan. Maar mijn zwarte kledingkeus voortkomt uit het feit dat ik stevig ben. En dus iets moet te verbergen of zo. Oh. Maar dat is dus helemaal niet zo, want ik schaam me helemaal nergens voor. Ik heb ook helemaal nergens voor te schamen. Maar het feit dat ik zwarte kleding draag, komt dus voort uit het feit dat ik gewoon een oude hardrockster ben. Ja, man, je bent gewoon een cruncher. Ja, ik ben gewoon een cruncher, man. Ik zeg gewoon, weet je, ik ga gewoon die pit in. Oh, geweldig. Ja, dus ik was echt verbaasd. Ik wist echt niet wat ik kon verwachten. Hoor. Ik had niet bedacht van, oh, het is dit, of het is heel zweverige muziek, of weet ik wat. Ik hou echt van gitaren. Met namen en zo. Ja. Ik dacht, oh, maar die ken ik echt helemaal niet. Het is echt een hele sexy in de muziekbibliotheek die ik oversla. Dus dat is wel heel grappig. Ja, en aan de andere kant, ik gek op Griekse muziek. Dus die twee kanten, ik hou echt van harddruk muziek. Ik kan echt helemaal losgaan. Dus dat is echt wel... ik hou van bier. Als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik van bier hou. Ja, wat zou ik nog meer kunnen vertellen? Nou ja, ik kan dansen, dat kan ik ook nog redelijk. Wat leuk. Ja, nou, dat. Ja, nou ja. Ja. Leuke dingen om te weten. En grappig, dus ik vergeet het ook nooit meer. Dat is zo grappig. Dus als het gaat leuk, over, hè, ja. over online zichtbaarheid en weet je wel, je personal brand en wie je dan bent en wat je dan. Dan denk ik ook, het is altijd leuk om ook zulke dingen te noemen, omdat mensen het niet verwachten. Omdat ze nou helemaal gewoon, laat ik voor mezelf spreken, dat ik daar gewoon dan wel een soort beeld bij heb van, oh nou, zo en zo. En ik probeer zo open-minded mogelijk te zijn, maar nee, maar dat is logisch. Ik kan je niet. Ja. Ja. En dat het dan zo leuk is, dat het dan dus iets is wat gewoon verrassend is en dat je dan, en dat onthoud je. En dat maakt zo'n persoon, die krijgt meer dimensies. En ja, dat vind ik altijd heel leuk. Dan denk ik van, dat maakt me alleen nog maar nieuwsgieriger. Dus, dat heb ik precies hetzelfde. Dus weet je, ik vind ook de keuze van muziek vind ik altijd
daar leer je mensen echt een beetje door kennen, grappig genoeg. Zie ik wel. En ja, goed, boeken? Jij komt natuurlijk een beetje uit de ja, boeken en muziek. Ja. Nee, ik heb het inderdaad ook heel veel met muziek. En het zegt mij ook altijd heel veel. Als ik denk van, oh, als ik in dat straatje of iemand rijdt alleen maar reggae. Of iemand is alleen maar, ik ben van hip-hop. Vind ik ook leuk. Ja, dat vind is ook mijn leuk. Ding. Ja, maar dat is dan, dat is heel grappig. Ja, het zegt toch iets over iemand en hoe die naar de dingen kijkt. En nou ja, ik ben gek op de Matthäus Passion ook bijvoorbeeld. Dat vinden mensen ook altijd grappig. Dat vind ik heel erg leuk. En dat verhaal vind ik gewoon leuk. Ja, daar hou ik gewoon van. Ja, het zegt heel veel. Maar ik moet even wapperen. Dus mochten mensen iets willen horen, ik heb een opvlieger. Oké, nou, ik wapper even met je mee. Ja. Goeie genade. Zo, nou, die heb je ook soms wel eens. Nou, oh, echt hè? Ja. Hebben we nu onze leeftijd verraden? Ja, inderdaad. Ja. And we don't care. Dus... Echt, ik kan me niks schelen. Nee. Maar als je kijkt naar je leven tot dusver, nou ja, we zijn de 50 voorbij. We don't care. Want namelijk als je 50 bent, dan kunnen je ook heel veel dingen niet zo erg mee schelen. En dat vind ik persoonlijk wel een verademing. Ik ook. Maar wat heb je in die 50 jaar wat is een levensles waarvan je zegt van, nou, dat vind ik toch wel, dat is echt wel in de pocket. Daar ben ik wel blij mee. Kan altijd erger. Oké. Het kan altijd erger. Het kan altijd erger. En dat is een soort overlevingsmechanisme die ik al mijn hele leven mee voel. En die ik steeds dieper ga voelen. Het kan altijd erger. En alles wat er in je verleden gebeurd is, dat is hartstikke vervelend. Maar dat zegt niks over wie je nu bent. En dat is iets wat ik echt meeneem. En ook leef of zo. Ja. Ja. En natuurlijk pakt hij je wel eens even. Maar ik denk altijd, het kan altijd erger. Ja. Ja, ik mee eens. Ja. Ik had dat toen ik de diagnose leukemie kreeg, 2005, super lang geleden. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Zag ik s'avonds een programma op televisie van iemand die geen benen meer had. Ja. En toen dacht ik, zo, dat was erg. Ja, precies, kan altijd erger. Dus toen had ik echt dacht van, nou joh, weet je, komt allemaal goed. Dus, maar dat is, ja, ik herken dat wel. Dat je, ja, en ook, weet je, en dat klinkt natuurlijk ontzettend makkelijk of zo, hè, want het lijkt net of ik dan zeg dat het niet erg is, maar ja, weet je, je hebt er niks aan om ergens in te blijven hangen. Ik heb best wel een bewogen leven. Ja. En niet door mijn eigen keuzes, laat ik het maar zo benoemen, maar door de mensen om me heen die keuzes hebben gemaakt. En ja, ik ben er nog steeds. En still going strong, ben zelf ook ziek geweest. Ja. Weet je, en daar... Ja, ik zie gewoon aan alles. Er is maar één manier en dat is naar voren kijken. En als je naar je verleden kijkt, kijk door een spiegel en draai je alsjeblieft niet te veel om. Want het is echt niet meer waar wat daar is gebeurd gewoon. Nee, en je kan er toch niks aan veranderen. Dus dan denk ik ook, dus alleen maar laat het lekker zo. Maar goed, ja, ik hoor wel dat je een onwijze veerkracht hebt. En had het al eerder over. Is dat iets, denk jij, dat je kan leren, veerkracht? Of heb je dat van nature? Ik denk niet dat je veerkracht kan leren, maar ik denk dat je kan leren dat je niet ondergaat. En dat je, wat er ook gebeurt, dat er altijd een andere optie is of een andere oplossing is. En als je dat gaat zien in het leven, dus niet in een soort visuele cirkel, elke keer weer hetzelfde in het groefje blijven hangen, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. En als je daar vrij jong in je leven aan begint, en dan vind ik ook 50 ook nog jong, dus als je luistert en je bent 50 is ook nog jong. Dat je dat wel een beetje kan doorbreken door jezelf elke keer weer eigenlijk opnieuw uit te vinden of zo. En elke keer naar jezelf te kijken en denk je, ja, weet je, of is dit wel de waarheid? Of is dit wel wat er gebeurt? En hoe kan ik opstaan? Wat is er nog meer? Ik denk dat je het kan leren om het niet... Ja, ik denk dat je het moet afleren, laat ik het maar zo zeggen. Ah, ja, mooi. Ja. Want ook dat is aangeleerd gedrag, weet je, als je... om je heen alleen maar ziet dat mensen in ellende blijven hangen. Dat zie je toch wel eens? Ja. Dan zie je ook vaak dat de kinderen dat gaan doen of zo. En ja, de keuze... Ja, ik denk dat op een gegeven moment dat je de keuze moet maken om het anders te willen. Ja, geloof ik. Ben ik met je eens. Ik denk dat het zo werkt, ja. En het is ook... Ja, ik denk dat aan de mensen die dat ook zo voelen... ook de uitnodiging is om dat ook te leven. En ook misschien, ja, daar kun je dan misschien weer anderen mee inspireren. Inspireren. Alles maar één iemand die je inspireert. Ja. Om toch weer... Ja, weet je, de wereld wordt alleen maar mooier als we van onszelf blijven houden. En de wereld wordt niet mooier door haat te zaaien.
Ja. En ja, weet je, hoe bedoel ik dat? Dat je niet, je moet elkaar helpen, proberen te groeien, beter te worden. Dat kan niet iedereen, maar als je het wel kan, doe dat dan vooral. En hoe leer je opstaan? Ja, door te beseffen dat je nooit hoeft te blijven liggen. Ja. Ja, precies. Precies dat. Wat lees jij, kijk je en luister je op dit moment? Nou, eigenlijk heb ik hem net afgesloten, is Locke & Key, kijk ik. Okay. En dat is op Netflix. Ik kijk niet echt veel tv, dus sterk nog, ik kijk eigenlijk helemaal geen tv. Maar ik kijk wel naar Netflix en dat soort dingen allemaal. En Locke & Key, dat is volgens mij is het eigenlijk een beetje een jeugdserie die een beetje voor Stranger Things is, een beetje zo, dat kaliber. Een huis waarin mensen terug gaan wonen omdat hun vader overlijdt. En ze toch weer op de been, ze willen door en dat lukt niet waar ze vandaan kwamen. Dus ze zijn naar het originele huis van hun vader gegaan. En ze horen op een gegeven moment gefluister. En gefluister komt dan van een sleutel. Van een sleutel. En die sleutel die brengt ze dan in andere werelden, in andere dimensies. Nou, er komen demonen, noem maar op. En dat is gewoon leuk. Dus dat heb ik net afgesloten. Ik lees op dit moment E-kwadraat. Oké. Is een gaat over positief denken, positief erin staan, maar op mijn IRI, dus kan het je niet even te schrijven, weet ik even niet. Wat voel je nog meer? Luister je. Luister je podcast. Ja, ik ben in de podcast, ben net afgesloten met Tante Jos. Dat is een podcast van over de oorlog. En nu zit ik in een soort hoorspel, en dat is ook heel leuk. Gaat over de Jodenverraad, dat heet dat. Ben ik net begonnen. En dat is niet een verhaal verteld zoals wij nu met elkaar praten, maar echt geacteerd. Mm-hmm. Ook, had ik nog nooit naar geluisterd naar zo'n podcast. Dat vind ik ook leuk. Ik ben gek op een podcast. Volgens mij jij ook. Ja. We maken ze niet alleen, we luisteren ze ook nog. Ja, precies. Ja. Hey, als jij nog een tip of een mooie gedachte mee wil geven aan de luisteraars, wat zou dat dan zijn? Ja, blijven ademen. Dat is het enige wat er in me opkomt eigenlijk. Dat lijkt me heel verstandig. Hoe warm ook, blijf ademen. Nou, daar sluiten we mee af. Ik wil, dankjewel voor dit. Ja, en als het dan heel serieus mag zijn, dan zou ik denk ik zeggen, besef je dat ook al zijn mensen dood om je heen, ze echt dood zijn als je niet meer aan ze denkt. Dus denk aan je geliefde elke avond eventjes. Want dan wordt je hart ook voller en rijker. En ook al hebben ze je lelijke dingen aangedaan, vergeef ze en vergeef jezelf ook. Mooi. Oftewel, blijven ademen. Oftewel, blijven ademen. Hey, dat ziet ik vond het super leuk om eens te horen van hoe jij in het leven staat. En dankjewel voor de mooie inzichten en de mooie verhalen die je hebt gedeeld. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. You're so welcome. En voor de luisteraars. We zetten de dingen waar Rosita het over heeft in de show notes. Dus dat kan je dan nog terugvinden. Waar kunnen we jou vinden, Rosita? Overal. En overal heet ik eigenlijk Rosita Belkadi. Ik heb een website www.rositabelkadi.nl. Facebook, Instagram, LinkedIn is allemaal Rosita Belkadi. TikTok tegenwoordig ook. Yes. Be real zelfs hebben we. Hè? Ja, zijn we ook matties. Oh, ik moet zeggen dat ik het echt heel leuk vind, BeReal. Dat is echt iets wat ik leuk vind. Maar ja, ik ben eigenlijk wel vrij simpel te vinden als je mijn naam intikt. Leuk. Nou, ik hoop dat mensen geïnspireerd zijn geraakt en dat ze je gaan volgen. En dus nogmaals, dankjewel voor het gesprek. En we spreken elkaar vast wel weer. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En als je het een toffe podcast vond, liken en abonneren. En tot de volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram. @katkolno, van T aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.